Een hele goede middag allemaal. Er is al veel gezegd over mij. Nu aan mij de taak, de eer om wat te kunnen zeggen vanuit mijn kant, vanuit mijn expertise over het lectoraat Cross Border Business Development. Een mooie Engelse term inderdaad. De staatssecretaris, minister moet ik zeggen, refereerde daar zojuist al eventjes aan. Heel kort daar een reactie op. Wij zijn niet alleen maar daar om studenten uit Nederland en Duitsland onze regio te binden. Maar we hebben ook heel veel internationale studenten bij Fontys in Venlo. En ook die willen we graag warm maken voor de kansen in deze regio. Die een bijdrage kunnen leveren aan de handel in die Duits-Nederlandse setting. En dat kan ook een Nigeriaan, een Aziat of een Mexicaan zijn bij wijze van spreken. Dus vandaar ook een Engelse titel die voor iedereen aanspreekt. Maar zoals je zult begrijpen ligt onze focus echt op die Duits-Nederlandse component. Hartelijk welkom, zeker ook in het bijzonder burgemeester Scholten, burgemeester van Venlo, Annie Tritti, gedeputeerde van de provincie Limburg, heer Brokkers, landtagsabgeordneter, Desland Noord- en Westfalen, Johan van der Lauw, commercieel directeur van de Rabobank, collega's, vrienden, familie, bekenden uit het werkveld, netwerkrelaties, ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben ontzettend blij verrast om te zien dat er zoveel mensen vandaag hier naar Venlo zijn gekomen. En daarvoor alvast een woord van dank aan de voorkant, voordat ik mijn reden ga uitspreken. Übrigens werde ik heute niet nur auf Niederländisch reden. Het is een regionales event heute, deswegen werde ik ook 50% ungefähr meiner reden ins Deutsch, auf Deutsch vortragen. Also ich fange auf Niederländisch an, aber halbwegs ungefähr werde ich auf Deutsch wechseln. Laten we allereerst eens terug, 30 jaar teruggaan in de tijd. November 1989. De maand waarin ik werd geboren, maar ook de maand waarin de muur viel. Oh, en dan gaan we even terug, want er gaat even iets mis in de aankondiging. Dus kijk even naar mijn... Het filmpje mag gestart worden. Daar zou ik eigenlijk mee beginnen. Ik sta met één been in Nederland en één been in Duitsland. Ik sta op de grens. Ik sta over de grens. Deze open grens geeft ons de kans een andere cultuur, een andere taal, een andere markt en een ander landschap te leren kennen. Toch zoeken de meeste mensen slechts aan één kant van de grens naar een baan. Ook veel bedrijven laten zich tegenhouden door de landsgrens. Het lectoraat Cross Border Business Development van Fontys Venlo gaat jou, als student of als ondernemer, helpen de andere zijde van de grens te laten ontdekken. Dus, ben je klaar om grenzen te verleggen? Kijk, dat had nou de mooie opkomst van mij naar deze kathedraal moeten zijn. Maar goed, 30 jaar terug in de tijd, daar waren we. De val van de Berlijnse muur, recent herdacht, 30 jaar geleden. Het ijzeren gordijn dat viel, een fysieke grens die voor lange tijd de dynamiek in Europa bepaalde. Na de val veranderden de economische verhoudingen en kreeg de Europese eenwording verder vorm. Na jaren van economische groei en relatieve rust in Europa zien we nieuwe grenzen opdoemen. Bijvoorbeeld de muur met schrikkeldraad tussen Hongarije en Servië, om maar een voorbeeld te noemen. Wereldwijd zijn er zelfs meer grensmuren dan ooit tevoren, zoals je op deze grafiek heel mooi helaas kunt zien. De gevolgen daarvan voor de grensoverschrijdende samenwerking hoef ik u denk ik niet uit te leggen. Grenzen zijn misschien wel de meest controversiële fenomenen in de wereld. Ze zijn multifunctioneel en bovendien aan verandering onderhevig. Een eenduidige definitie van de grens bestaat niet. De definitie van de grens is voor iedereen uniek. De een ziet de grens als onzichtbaar hek tegen vluchtelingen. De ander ziet de grens als scheidslijn tussen talen, culturen of administratieve systemen. En weer de ander ziet die grens juist als toegang tot een ander land, tot een andere markt. In deze regio mag er dan geen muur staan, toch beïnvloedt de grens ons dagelijkse leef, werk en denkpatronen, die veelal landinwaarts zijn gericht. Vanwege de onbekendheid met de grens, met de andere zijde van de grens, beschouwen veel mensen de grens als barrière. Allerlei publieke instanties zetten zich in om de grensbarrières weg te nemen. Echter, het spreken over hindernissen en barrières benadrukt vooral de negatieve werking van die grens, wat niet per se uitnodigt tot grensoverstijgend gedrag. Een positieve boodschap
verwondering creëren. Dat is wat hard nodig is om de burger over de grens te laten kijken. We zitten nu eenmaal dicht bij die grens. Die grens is onderdeel van ons DNA. Dus laten we samen kijken hoe we die grens kunnen inzetten in ons eigen voordeel. Denk aan de verschillen in taal en cultuur als kans om je horizon te verbreden. Of de nabijheid van een enorme arbeids- en afzetmarkt je net over de grens. De mate waarin we tegenwoordig spontaan met het buurland in aanraking komen, is een stuk minder dan voorheen. Veel jongeren zijn zich daardoor onbewust van de mogelijkheden in het buurland. Een interessante vraag is wat het buurland, behalve vanuit geografisch oogpunt, nog een buurland maakt voor jongeren. Aan onze taak als lectoraat de toegevoegde waarde over de grens kijken zichtbaar te maken. En dat is waar het lectoraat Cross-Border Business Development zich op richt. Op de wijze waarop mensen en bedrijven de nabijheid van de grens als USP, als Unique Selling Proposition, kunnen inzetten. Niet alleen als consument van producten, denk aan de inkopen bij die Zwei Brüder of de Tringoed, maar ook als producent van de productiefactoren arbeid en ondernemerschap. Ik ben geboren en opgegroeid aan de grens, zoals u wellicht allemaal inmiddels weet, op de Grensberg, hier in Venlo. Persoonlijk heb ik de nabijheid van de grens altijd als iets positiefs beschouwd. Verschillen hebben altijd mijn aandacht getrokken. Dat is zo ontstaan door een stukje opvoeding, opleiding en een stukje gezonde nieuwsgierigheid. En dankzij de onvoorwaardelijke steun van Sanne heb ik de afgelopen jaren aan die nieuwsgierigheid tegemoet kunnen komen. Soms misschien tot haar vervelens toe. En inmiddels heeft ook onze pasgeboren dochter van slechts 7 weken oud haar eerste bezoekjes aan de DM in Kaldenkirchen gebracht. Al was het maar in haar eigen belang. Herkent u dat? Verschillen waarderen en verschillen benutten. De andere zijde van de grens die nieuwsgierigheid oproept. Met andere woorden, hoe beïnvloedt de grens uw gedrag? Deze vraag heb ik voorgelegd aan enkele collega's, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld. Laten we eens kijken wat zij zeiden. Ja, als kind war ich früher schon häufig in Venlo, da ich aus der Gegend komme. Ich war immer einkaufen hier. Und das Einzige, was anders war, war die Sprache. Es gab eigentlich gar keine Grenze, außer andere Schilder, andere Sprache. Alles andere war gleich. Ich habe erst wirklich erfahren, was das Wort Grenze bedeutet, als ich in Asien war, wo man wirklich Visa braucht, 1000 Angaben muss, kontrolliert wird, das Land verlassen muss. Und hier, das gibt es ja gar nicht mehr. Das finde ich, im Vergleich finde ich das wunderbar, das ist viel angenehmer. De grens is dagelijks een uitdaging voor me, omdat de culturele verschillen met Duitsland forser zijn dan iedereen wil. Culturele verschillen, sociale verzekeringsverschillen, manier van zaken doen, gedragingen van mensen. Voor mij is het een dagelijkse uitdaging om werkzaam te zijn aan beide zijden van de grens. De grens voor mij persoonlijk heeft eigenlijk Vincent heel goed uitgebeeld voor mij. Hij heeft een keer een presentatie gehouden waarin hij liet zien wat nou Nederland aan werkgelegenheid betekent met de grenzen. En wat nou Nederland betekent zonder de grenzen, dus met Duitsland en België erbij. En het was voor mij wel een eye-opener dat de Randstad, waarvan ik vandaan kom, dat is ook goed te horen, eigenlijk qua economische activiteit minstens even rood of minstens even dik bezaaid was met banen als in Limburg, als je de grenzen wegdenkt. Voor mij was dat een eye-opener. Ik dacht dat ik daar misschien alleen in was, dat ik niet zo goed had opgelet. Maar alle missies, alle partijen die bij mij vanuit de Randstad, dus niet zijnde de regio, langskwamen, heb ik dat plaatje daarna voortaan altijd laten zien. En voor al die partijen bleek dat gewoon een eye-opener te zijn. Als je vanuit de Randstad komt, heb je geen idee. Nou, met dank aan Vincent, aan zijn presentatie heb ik dat gewoon overgenomen. En ja, kan ik dat op die manier het beste uitdrukken, denk ik. Volgens mij laat dit videootje ook heel mooi zien dat de wijze waarop iemand die grens ziet ook heel erg uniek en verschillend kan zijn. En dat is misschien ook wel juist de waarde van die grens. Het creëren van euregionaal bewustzijn. Sommige mensen vragen mij wel eens, waarom Vincent, waar maak je je toch zo druk om? Vroeger had ik dan de neiging om vanuit een soort van Calimero gevoel te reageren. Den Haag zou meer aandacht moeten hebben voor deze grensregio. Erg verdedigend. Misschien wel een zwaktebod. Tegenwoordig zie ik welke voorsprong de grensregio en haar inwoners kunnen creëren door middel van een grensoverschrijdende aanpak. En natuurlijk mag er wat meer
Natuurlijk mag in het Haagse meer aandacht zijn voor grensregio's. Maar als er een staatssecretaris / minister Klops ligt, komt daar snel verandering in. Eerder dit jaar tijdens de dies van de Open Universiteit Heerlen zei hij, en komt ook overeen met het filmpje dat zojuist getoond werd, maar dat wist ik natuurlijk vooraf niet, geen grenzen stellen aan de groei, maar groeien aan de grens. En wat daarbij belangrijk is, wat hij zei, dat is de verandering in denken die Nederland nodig heeft. Die gedachte probeer ik te vertalen naar mijn dagelijks werk binnen Fontys, maar ook als voorzitter van de Duits-Nederlandse businessclub Maas Rijn en als voorzitter van de Commissie Internationalisering van Ondernemend Venlo. En ik ben zeker niet de enige regio-ambassadeur. Grensoverschrijdende samenwerking, ook wel afgekort als GROS, is een populair thema. Nederland kent dus een staatssecretaris, welke GROS in zijn portefeuille heeft. Maar ook Noord-Rijn-Westfalen heeft een parlementariërgroep Benelux, waar de heer Brokkus onderdeel van uit mag maken. De provincie zet sterk in op samenwerking over grenzen. En veel gemeenten in de regio, waaronder zeker ook Venlo, werken grensoverschrijdend samen. Toch wordt het grote publiek nog niet altijd bereikt. Er is dus werk aan de winkel. In deze reden ga ik verder in op de regionaal-economische opgaven waar deze grensregio voor staat en de wijze waarop ons lectoraat daar een bijdrage aan gaat leveren. En ik kan me voorstellen dat u zich week heeft afgevraagd wie of wat het BEP, het BEP nu precies is. Wees gerust, dat ga ik u vandaag allemaal in detail vertellen. Regionale opgaven. Die opgaven die zich in de regio stellen, kunnen niet getrennt van de grenzen betrachtet werden. Die grenzen prägt die regio in starke mate. Die opgaven reichen van de digitalisering over demografische vragen bis hin zu arbeitsmarktbezogenen en wirtschaftliche opgaven. Indem wir uns der Human Capital Agenda der Regio und dem grensüberschreitenden Unternehmertum zuwenden, beginnen wir damit an einer Reihe diese Aufgaben zu arbeiten. Wir als Forschungsgruppe können damit eine Lücke schließen. Bisher wurden diese Themen im Bereich der angewandten Forschung, zugepasst Unterzoek, wenig Beachtung geschenkt. Das macht das Lektorat zu einer guten Ergänzung zu bestehenden Grenzinstitutionen wie dem Nijmegen Center for Border Research, NCBR, ITEM, die Institute for Transborder and Regional Mobility van de Universiteit Maastricht, und im Rheinland-Institut in der Region Emmen. Betrachten wir zunächst die ökonomischen Aufgaben dieser Grenzregion. Wir sehen, dass die grenzüberschreitenden, aber auch geopolitischen Prozesse die regionale Wirtschaft beeinflussen. Aus makroökonomischer Sicht wird die strategische Lage dieser Region an der Grenze ganz gut genutzt. Eine Kreuzung von Handelsrouten mitten in der sogenannten Blue Banana, oder sollte ich besser am Ende der neuen Seidenstraße sagen. Der Handel zwischen den Niederlanden und Deutschland ist intensiv. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner für die Niederlande. Zoals we hier kunnen zien op deze slide. Für Deutschland stehen die Niederlande an zweiter Stelle. Diese intensive Verflechtung ist in der Grenzregion vielfältig erkennbar. Unter anderem an der großen Anzahl an Unternehmen in den Bereichen Agrarwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe, Logistik und Tourismus. Ich muss Ihnen dann auch nicht sagen, wie wichtig diese Unternehmen für eine Grenzstadt wie Venlo sind. Aber trotz der intensiven Handelsbeziehung ist das Handelspotenzial noch nicht optimal ausgeschöpft. Jedes Jahr, also zeige Untersuchungen, Forschungen, werden mögliche Umsätze in Milliardenhöhe nicht realisiert. Gleichzeitig finden interessante geopolitische Prozesse statt, die sich auf die regionale Wirtschaft auswirken. Denken Sie an aufstrebende Mächte wie Indien und China, die neuen Seidenstraße und den Brexit. Die Frage ist, welche Chancen oder Risiken solche Entwicklungen bergen. Die Region scheint nach einer angemessenen Antwort auf diese Frage zu suchen. Wenn ich einen Rat geben dürfte, es ist an der Zeit, dass wir als Region uns trauen, größer zu denken. Denk groter, denk größer, wie das Slogan von Fontys lautet. Heutzutage konkurrieren wir mit städtischen Ballungsräumen und Megastädten. Aus wirtschaftlicher Sicht können die Regionen sich anderswo auf der Welt
nicht mehr nur als Limburg oder Niederrhein präsentieren. Es wird gesagt, wenn die deutsche Wirtschaft niest, dann haben wir als niederländische Wirtschaft die Grippe. Sprich, wir können unsere Volkswirtschaften nicht voneinander trennen. Auf Peter Savelberg geht das Trust-State-City-Model zurück. In diesem Modell würden die Niederlande, der flämische Teil Belgiens und das Ruhrgebiet in Deutschland zu einer großen Metropolregion zusammengefasst. Also auch interessant für unsere andere Fontes-Regionen im Südosten der Niederlande. Ein grenzüberschreitendes Modell bedeutet keinesfalls, dass wir bestehende kulturelle Unterschiede aufgeben müssen. Savelsberg sagt darüber, trotz kultureller Unterschiede oder Sprachbarrieren stehen die Niederländer, Belgier und Deutschen seit Jahrzehnten in engem Kontakt. Diese Kooperationen könnten aber noch mehr gefördert werden, Ende Zitat, sodass die gegebene Komplementarität beiderseits der Grenze zu Innovationen führen kann. Das Grenzland als Ort, an dem Menschen voneinander lernen können. Zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, der Energiewende, der Anwendung des Kreislaufwirtschaftsdenkens, aber sicherlich auch im Bereich der Fontes Tech for Society Forschungsgebiete, die Forschungslinien von Fontes. Also im Bereich von zum Beispiel Kreativität und HTSM, High-Tech Systems und Materials. Kurz gesagt, der Handelsgeist des Holländers gepaart mit dem zuverlässigen deutschen Produktentwickler. Die Frage, was die Grenze wirtschaftlich bedeutet oder für die Region bedeuten kann, habe ich auch einige Dozenten, Studenten und Vertreterinnen aus der Wirtschaft gestellt. Schauen Sie mal. Het verrijkt mij in die zin dat je nieuwe inzichten, nieuwe manieren van werken leert kennen en ziet dat niet alles goed is zoals jij het doet, maar dat je ook altijd zeker open moet staan voor nieuwe manieren. Gut, wir helfen letztendlich ja sowohl Unternehmen als auch Studenten diesen Schritt mitzugehen und auch Studenten dafür zu begeistern, hier die positiven Dinge zu sehen und zu erfahren, wie wertvoll es ist, diese Erfahrung zu machen, mit Leuten aus einem anderen Land, aus anderen Kulturen zusammenzuarbeiten und dass sie tatsächlich nachher doch irgendwie mehr gelernt haben als nur ihre Studieninhalte und mehr gelernt haben als Studenten, die vielleicht innerhalb ihres Landes nur mit Landsleuten studieren. Nou, wat wij zien als Rabobank is dat ondernemers die internationaal actief zijn, dus ondernemen over de grens, gemiddeld genomen succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet zijn en niet doen. Dus wat wij doen als Rabobank is onze klanten helpen, faciliteren om succesvol die stap over de grens te zetten. Wat we daarbij ook zien is dat goed opgeleid personeel heel belangrijk is. En dat is een van de redenen dat wij samenwerken met Fontes. Yes, als tweede punt. Wir sprechen über die regionalen Aufgaben. Als zweiten Punkt möchte ich auf die Arbeitsmarktfragen für die Euregio eingehen. Von einem europäischen oder regionalen Arbeitsmarkt kann trotz des Schengener Abkommens, der Schengen-Vertrag, keine Rede sein. Wissen Sie, wie viel Prozent der niederländischen Arbeitskräfte nach Deutschland pendeln und umgekehrt? So wie Sie sehen, ist das nur rund 0,1% der Erwerbsbevölkerung. Wer behauptet also, dass es keine Grenze gibt? Rund 56.000 Menschen pendeln über die Grenze, um im Nachbarland zu arbeiten. Von diesen 56.000 Menschen überqueren rund 40.000 die Grenze von Deutschland in Richtung der Niederlande. Die Hälfte davon sind Niederländer, die in Deutschland leben. Umgekehrt überqueren rund 16.000 Menschen die Grenze von den Niederlanden aus nach Deutschland, von denen die meisten Niederländer sind. Darüber hinaus zeigt eine Studie, dass die Immobilienpreise ein gewichtigerer Faktor bei der Entscheidung für grenzüberschreitende Arbeit sind als die Arbeitsmarktfaktoren. Es wird also deutlich, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, die Grenze zu überqueren. Der Bedarf der Wirtschaft an Young Professionals mit internationalem Profil ist jedoch groß. Man könnte ja also
von einem Missverhältnis sprechen. Das Lektorat befindet sich genau an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Perspektiven, die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes einerseits und die Angebotsseite des Arbeitsmarktes andererseits. Es ist eine große Herausforderung, dieser Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in der Euregio zu verbessern. Dann drittens ist es wichtig, kurz auf die demografischen Herausforderungen für diese Euregio einzugehen. Die Nähe der Grenze beeinflusst das Mobilitätsverhalten der Menschen. Wenn die andere Seite der Grenze ein blinder Fleck ist, haben junge Menschen oft das Gefühl, ins Landesinnere ziehen zu müssen. Das Ergebnis ist ein Brain Drain, Entgroening, het wegtrekken van jonge mensen uit de regio. Wie Sie aus dieser Grafik ersehen können, ist der Bevölkerungsrückgang in Nord-Limburg nicht auf eine negative Geburten- und Sterbebilanz zurückzuführen, sondern auf eine negative ländliche Migrationsbilanz. Misschien kort ter aanvulling, wegen het kunnen zien van de slide. Onder de nullijn in het midden ziet u met name de onderzijde rode balken. Over de jaren heen, van 1996 tot en met 2017, van links naar rechts. En die rode balken laten eigenlijk zien dat de groep tussen de 15 en de 25 jaar, dat daarvan meer jongeren de regio dus verlaten, dan dat er in verhouding bijkomen. Nou, als we dan kijken naar de donkerblauwe groep, tussen de 25 en de 40 jaar, dan zou je verwachten, misschien komen ze terug naar een studie of iets dergelijks. Ook daarvan is het zo dat die blauwe balk, donkerblauw, eigenlijk wederom, en zeker in de laatste 8 jaar, ook onder die nulbalk zit. Dus dat betekent dat ook in die leeftijdscategorie meer mensen de regio verlaten dan erbij komen. Dus structureel zien we dat er eigenlijk een negatief binnenlands migratiesaldo zit, is met name veroorzaakt door de jongeren tussen haakjes die dus vaak gaan kiezen voor een studie buiten de regio, maar vervolgens ook eigenlijk in kleine mate maar terugkomen, waardoor het saldo negatief is. Dat even ter verduidelijking ten opzichte van deze grafiek. Aan iedereen, aan die Duitse zijde der Grenze, is die bevolkingsontwikkeling zeer unterschiedlich. Waar de ene kreis of stad wächst, schrumpft de andere. Trotz der Unterschiede is die algemene tendens dat die bevolking ook hier älter wird en dat jonge mensen die regio verlassen. Hoe kunnen we jongeren behouden voor deze regio? Een prangende vraag. Een mogelijke oplossing, zoals ik eerder al opperde op het podium van TEDx Venlo 2017, is het hanteren van een euregionaal perspectief. Zorg dat jongeren beide kanten van de grens leren kennen. Wanneer we in deze regio borderlanders, zoals ik dat noemde, opleiden, dan komt een deel van de banen aan weerszijden van de grens binnen handbereik. Het urgentiegevoel van moeten wegtrekken naar de Randstad kan daardoor verdwijnen. Bovendien, als jong professional met een euregionaal profiel, heb je zelfs een streepje voor op de arbeidsmarkt. Het onderzoek van de Alles voor Gemeente, en er werd al even aan gerefereerd zojuist, laat zien dat met name vanuit deze grensregio veel banen binnen bereikbare reisafstand liggen. Ook in verhoudingsgewijs veel meer dan vanuit andere grensregio's. Het linkerkaartje laat de binnenlandse banen binnen bereikbare reisafstand zien, en het rechterkaartje laat ook de euregionale banen, dus de banen in Duitsland en België, binnen een uur reisafstand zien. En met name Noord-Limburg komt dan heel goed naar voren. Ondanks deze rooskleurige, of misschien wel utopische, arbeidsmarktkansen, is er dringend behoefte aan verdiepend onderzoek. Welke functies zijn dat hier eigenlijk net over de grens? En sluiten deze aan bij de profielen van onze alumni? Vragen waar het lectoraat zich mee bezig gaat houden. Kortom, veel redenen om over de grens te kijken. Economisch, arbeidsmarkttechnisch, demografisch. Toch zien we dat de aandacht voor het buurland onder jongeren afneemt. Bedrijven moeite hebben om over de grens een weg te vinden. En dat regio's vaak nog een wat stoffig imago hebben. Als het erop aankomt, staan we nog vaak met de rug naar elkaar. In mijn proefschrift concludeerde ik reeds dat de common sense of urgency onvoldoende is. Een gebrek aan een leidmotief.
Bovendien ontbreekt het aan een eenduidige probleemeigenaar. Veel partijen hebben een belang bij gros, bij grensoverschrijdende samenwerking. Maar weinig partijen ervaren op korte termijn negatieve gevolgen wanneer ze niet meedoen. Daarbij kan de mens weglopen van de grenssituatie, maar de regio zelf niet. Nu houdt slechts een kleine groep mensen zich bezig met gros. Je zou kunnen spreken van een eu-regionale bubbel. Binnen zo'n bubbel verstaat men zich meestal goed. Het nadeel is dat er vaak een schil aan de buitenkant is. Een frisse blik van buitenaf op zijn tijd kan dan heel wenselijk zijn. Journalist en schrijver Jeroen Smit zei tijdens de opening van ons Fontes studiejaar: wie in de eigen waarheid gaat geloven, gaat richting de afgrond. Dat is wellicht wat negatief aangezet als we kijken naar de EU-regio. Maar wanneer we jongeren willen prikkelen over de grens te kijken, moeten we allereerst als EU-regionale bubbel beter in beeld brengen wat die kansen nou precies zijn. De meeste burgers zul je namelijk niet in beweging krijgen door ze een vredes- of handelsperspectief voor te leggen. We dienen onszelf af te vragen of onze boodschap nog wel krachtig en attractief genoeg is voor Generation Z, voor Generatie Z, de generatie die eraan gaat komen. Is onze waarheid ook hun waarheid en andersom? Daarom introduceer ik het BEP, het BEP. En het BEP staat voor Bruto Euregionaal Product. Hè, daar is hij. BEP, ik zeg hem even in de afkorting, gaat niet alleen over de totale geldwaarde van alle in de regio geproduceerde goederen en diensten, zoals een bruto product vaak gedefinieerd wordt. Maar het gaat hier om allerlei indicatoren die iets zeggen over de ontwikkeling van de EU-regio. Hierbij enkele voorbeelden uit mijn eigen proefschrift, die wat ontwikkelingen, kansen, mogelijkheden, etc. op allerlei thema's laten zien. Maar dit is slechts een eerste kleine aanzet. Een belangrijke graadmeter voor de economische voorspoed van het grensland. Een EU-regionaal arbeidsmarkt-dashboard dat ingaat op thema's als consumentenvertrouwen, baankansen, EU-regionale persona's, werkloosheid, hidden champions, marktleiders in de EU-regio en ga zo maar door. We zouden hier ook indicatoren aan toe kunnen voegen als: hoe scoren we in de EU-regio op de SDGs, de Sustainable Development Goals, een belangrijke pijler niet alleen van Fontes, maar voor het hele onderwijs in Nederland. Of op de Tech for Society thema's, de onderzoekslijnen, zoals ik al even zei, van Fontes Hogescholen. Uiteindelijk is de hamvraag: hoe krijgen we mensen in beweging? Hoe zorgen we dat mensen gaan bijdragen aan het bruto euregionaal product? Ik beschouw het aanwakkeren van een euregionaal bewustzijn als de basisvoorwaarde om überhaupt open te kunnen staan voor de grens en haar kansen. Immers, zonder euregionaal bewustzijn ook geen euregionale actie. Als een burger zich niet bewust is van de mogelijkheden aan weerszijden van de grens, zal hij of zij niet of nauwelijks gebruik maken van die dubbelsporige spoorlijn of de grensinfopunten. De ambitie om als lectoraat studenten en bedrijven in staat te stellen die grensoverschrijdende kansen te kunnen benutten, kunnen we realiseren met dank aan Fontes, Rabobank Venlo en omstreken en de provincie Limburg. Door middel van authentiek onderwijs, toegepast onderzoek, masterclasses en projecten laten we zowel werknemers of toekomstige werknemers als werkgevers in aanraking komen met de kansen in het buurland. Dan geht jetzt wieder auf Deutsch weiter. Die angewandte Forschung der Forschungsgruppe umfasst zwei Forschungsbereiche: dem Arbeitsmarkt im deutsch-niederländischen Grenzland einerseits und als zweites das grenzüberschreitende Unternehmertum innerhalb von kleinen und mittleren Unternehmen. Ich werde diese beiden Bereiche durch ein paar Beispiele veranschaulichen. Das gibt mir zudem die Möglichkeit, meine Kollegen der Forschungsgruppe vorzustellen. Ein wunderbares niederländisch-deutsches Team. Zoals u hier kunt zien. Also, zunächst der Arbeitsmarkt in der EU-Regio. Um Grenzpendeln zu stimulieren, ist es notwendig, ein Match zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen. Nicht nur der Arbeitnehmer muss über die richtigen Kompetenzen verfügen. Auch der Arbeitgeber
muss intelligent auf den Grenzkontext reagieren, sicherlich in Zeiten eines angespannten Arbeitsmarktes. Häufig sind auf den jeweiligen Seiten der Grenze noch immer unterschiedliche Kompetenzen für die gleichen Funktionen erforderlich. Darüber hinaus unterscheiden sich die Definitionen der Kompetenzen. Ein Arbeitssuchender muss jedoch durch eine Vakanz im Nachbarland getriggert werden. Dazu wird ein von der Forschergruppe entwickeltes Kompetenzspiel beitragen. Der Doktorand unserer Arbeitsgruppe, Pieter van Hovinga, wird dies in den kommenden Jahren weiter erforschen. Ein weiteres arbeitsmarktbezogenes Beispiel für unsere Arbeit ist die Befragung unserer in Deutschland lebenden Kollegen. Grenzgänger sind ein interessantes Phänomen für Arbeitsmarktforscher. Da wir als Fontys International Business School intern durch unsere viele pendelnden Kollegen über ein großes Know-how zum Thema verfügen, hat die Forschungsgruppe der Grenzgänger befragt. Die Recherche liefert relevante Erkenntnisse für Studierende, unsere Personalabteilung und die Mitarbeiter der Grenzinfopunkten. Die Recherche zeigt unter anderem, dass sowohl der Arbeitgeber, also Fontys, als auch die Arbeitnehmer selbst von Grenzpendeln profitieren. Darüber hinaus geben 92% der Grenzgänger an, dass sie sich beim nächsten Mal wieder in die Niederlande bewerben würden. Dennoch hoffen wir als Fontys natürlich, dass es kein nächstes Mal geben wird. Darüber hinaus tragen das Interreg-Projekt High Potentials Crossing Borders, sogar über gesprochen, und die Begleitung von zwei Valuas-Kollegen Schüler bei der Durchführung eines profilorientierten Papiers zu Deutschland, het Profielwerkstück, op zijn Nederlands, zur Entwicklung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt in der Region. Im Rahmen des High Potentials Crossing Borders Projekts arbeiten Pieter van Hovinga, David Harder und Will Aerts daran, exzellente Studenten mit Mentoren auf der anderen Seite der Grenze in Kontakt zu bringen. Die Studenten erfahren mit allen Sinnen, was es heißt, Handel über die Grenze hinweg zu betreiben. Die Erfolge des Projekts zeigen sich unter anderem in verschiedenen grenzüberschreitenden Praktika und Arbeitsplätzen, die die Studenten durch das Projekt erhalten haben. Darüber hinaus wird das Euregio Campus Limburg-Niederrhein-Projekt gestartet. Von niederländischer Seite aus sind die Fontys Venlo und die Gemeinde Venlo hieran beteiligt. Aus Deutschland sind die Wirtschaftsförderung München-Gladbach, die Stadt Krefeld und die Hochschule Niederrhein beteiligt. Bei diesem Projekt geht es darum, an einer einzigen grenzüberschreitenden Bildungsregion zu arbeiten und den Studierenden eine gemeinsame Ausbildung in Form von regionalen Modulen, einem entsprechenden Nebenfach oder einem Double Degree Abschluss anzubieten. Jeanette Antonissen und David Harder arbeiten im Auftrag der Forschungsgruppe an dem Projekt. Inzwischen haben die ersten gemeinsamen pädagogischen Aktivitäten sowie Forschung im Bereich des Bachelor- und Masterprogramms begonnen. Die zweite Forschungssäule der Forschungsgruppe konzentriert sich auf grenzüberschreitenden Unternehmertum in kleinen und mittleren Unternehmen. Aufgrund der Nähe zur Grenze würde man erwarten, dass Unternehmen wissen, wie man sich auch jenseits der Grenze zurechtfindet. Allerdings gilt es nicht für jedes Unternehmen. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten im grenzüberschreitenden Handel. Die Grenze scheint dem Wachstum immer noch Grenzen zu setzen. Aufgabe der Forschungsgruppe ist es, den Mehrwert des grenzüberschreitenden Unternehmertums für ein Unternehmen zu identifizieren und dieses Unternehmen anschließend nach Möglichkeit zu unterstützen. Die Forschungsgruppe unterstützt Unternehmen bei der Anpassung ihres Geschäftsmodells für den deutschen oder niederländischen Markt. Um im Nachbarland auf dem Markt aktiv zu sein, sind beispielsweise ein anderer Marktansatz, ein Gespür für kulturelle Unterschiede und möglicherweise andere Partner und Preise erforderlich. Mit der breiten Expertise innerhalb der Fontys Bachelor- und Masterstudiengänge können wir einen wesentlichen Beitrag zur grenzüberschreitenden Innovation für kleine und mittlere Unternehmen leisten. Ein Beispiel für ein Projekt ist der Internationalisierungsscan. Der Scan ist ein Instrument, das Unternehmen
bei der Entdeckung und Erkundung des deutschen oder niederländischen Marktes unterstützt. Unternehmen werden einzeln gescannt, erhalten eine Analyse und ein auf sie individuell zugeschnittenes Paket mit Handlungsempfehlungen. An dem Förderpaket für diesen Scan sind verschiedene Organisationen des deutsch-niederländischen Netzwerks beteiligt, darunter das LIOF und der Business Club Maasrein. Im vergangenen Jahr haben wir das Projekt zunächst für Unternehmen Venlo umgesetzt. Mittlerweile haben auch wir die Grenze überschritten. Seit dem 1. September dieses Jahr führen wir den Scan auch im Kreis Viersen mit Hilfe der lokalen Wirtschaftsförderung durch. Henry Walbomers und unser deutscher Werkstudent Alex Linde, ich sag ihm also eben, arbeiten im Auftrag der Forschungsgruppe an diesem Projekt. Eine weitere interessante Studie über die Wirtschaft in der Euregio wird von unserem Dozenten Dr. Jan Lukas durchgeführt. Er erforscht die Konjunktursensibilität von Unternehmen in der Grenzregion im Vergleich zu Unternehmen im inneren Teil des Landes. Die Hauptfrage lautet: Sind Unternehmen in der Grenzregion weniger anfällig für volkswirtschaftliche Schwankungen als Unternehmen im inneren Teil des Landes? Mit anderen Worten, sind international tätige Unternehmen in der Grenzregion erfolgreicher als nur national tätige Unternehmen? Eine weitere relevante Studie wird von Carla Arz durchgeführt. Sie erforscht, was notwendig ist, um das Marketing eines Unternehmens in Lebensmitteleinzelhandel optimal auf den internationalen Kontext der Euregio abzustimmen. Hierbei geht sie auch auf die Lebensfähigkeit des grenzüberschreitenden Tourismus ein. Mit anderen Worten wird die Generation Z ein ähnliches regionales Verbraucherverhalten aufweisen wie ihre Vorgängergenerationen. Denken Sie an die vielen deutschen Touristen, die Venlo oder das Outlet in Roermond besuchen, oder die Holländer, die bei DM und Tringo einkaufen gehen. Deze slide laat trouwens heel mooi zien ook, in verband met het onderzoek van Carla, dat met name de bestedingen vanuit verschillende regio's, maar met name vanuit München, Gladbach en Krefeld, in de regio Venlo en Roermond, by far de grootste consumentenbestedingen zijn in miljoenen euro's per jaar. Dat geeft volgens mij aan dat die grensoverschrijdende consumentenpendel ontzettend groot is. En dat dat onderzoek vraagt waarom dat in zit, waar die kansen liggen, maar ook al wat de levensvatbaarheid van zo'n sector is, gezien onder andere ontwikkelingen als de e-commerce. Als laatstes widmet zich die docentin Martine Simonis vragen zu identiteit, cultuur en branding grensoverschrijdende regionen. Kan man aus regionaler Sicht hier von einer eigenen Identität sprechen? Und sind die niederländischen Grenzbewohner deutscher als ihre Landsleute und umgekehrt? Und was bedeutet das für den regionalen Handel? Und dann gibt es noch eine Person in der Forschungsgruppe, die ich bisher noch nicht erwähnt habe. Und das ist Ted. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Ted ist verantwortlich für die Kommunikation, das Marketing und das Backoffice der Forschungsgruppe. Und ohne sie wären wir als Forschungsgruppe nicht dort, wo wir heute sind. Danke, Ted. Abschließend: Hoe ziet de Euregio er over enkele jaren uit? Ik hoop dat we in staat zijn om studenten, werknemers en werkgevers te verwonderen over de kansen in het grensland en daarmee te binden aan deze Euregio. Ik hoop ook dat we ons in deze regio gaan realiseren wat we in huis hebben. Als draaischijf van Europa, gekenmerkt door sterke internationale economische pijlers, een groeiend grensoverschrijdend businessnetwerk en vele banen binnen bereikbare reisafstand. Gros, grensoverschrijdende samenwerking, is hot. De economie is ons gunstig gezind. Het momentum is er. Maar het realiseren van de beschreven ambities willen en kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Meerdere probleemeigenaren met één common sense of urgency. Met het bruto regionaal product als leidmotief.
Als Fontys Venlo dragen we reeds actief bij aan het BEP. Wanneer het over Fontys gaat, hoor je wel eens zeggen, die Duitse hogeschool. Veelal met een wat cynische ondertoon. Volledig onterecht in mijn ogen. Fontys Venlo is een van de meest aansprekende voorbeelden binnen de regionale casuïstiek. De afgelopen jaren heeft Fontys haar ligging nabij de grens steeds beter benut. Een onderscheidend studieaanbod trekt studenten van over de grens. Het merendeel van de studenten en docenten komt uit en woont in de regio. Honderden Duitse studenten steken dagelijks de grens over. En het gros van de jongeren blijft werken in de regio. En daarvan komt zelfs 40% terecht in de Duits-Nederlandse handel, zo blijkt uit onderzoek onder onze alumni. Dit kaartje laat mooi zien waar onze alumni onder meer terechtkomen, onderverdeeld naar studieprogramma. Er zitten ook een heel aantal onzichtbare bestemmingen in die niet op deze kaart zijn. Denk wereldwijd, maar het gros, niet bedoeld als grensoverschrijdende samenwerking, maar het merendeel zit hem in deze regio. Met deze ingrediënten die we in Venlo in huis hebben, zijn we op de goede weg. Maar er liggen tegelijkertijd nog veel kansen om Fontys als dé hogeschool voor Nederlands-Duitse handel op de kaart te zetten. Ik dank u voor uw aandacht.